uiteindelijk is het niet alleen voer, het is natuurlijk ook vertrouwen. En dat is echt belangrijk. Dat kraakt vaak een aas. Als mensen heel veel vertrouwen hebben in hun aas, dan gaan ze met meer vertrouwen vissen en dan geven ze het ook een betere kans. En ja, dan is het vaak gewoon 1 plus 1, 2 en dan is het gewoon een succesvolle formule. Voor mij is het heel belangrijk, in voorjaarvisserij is het ook een klein beetje zoals een wintervisserij. En eigenlijk komt het erop neer voor die karpers altijd wel goed te lokaliseren. Want vaak zitten ze toch in een relatief grote school, vrij dicht bij elkaar. En vaak is een groot gedeelte van hun water gewoon visloos. En een bepaald gedeelte, daar behouden dus de grootste gedeelte van het bestand zich op. En als je die gedeelte kunt vinden, kunt je vaak zeer succesvol zijn in een korte periode. Whoever said love don't cost a thing, lied. I couldn't begin to tell you about all of the things I lost. It's not just you, it was me too. Your love was see-through, never equal to mine. It eats through inside, ended up leaving my pride at the door. Now it's gone, we don't ride anymore. The songs that I write have no light anymore. No sunshine when she's gone. Hurts my spine to record. Now I'm trying to get dry in a storm. Used to lay down and watch it rain. Now the raindrops have changed. It's not the same. These days you were just a tumor. I can't seem to get up off the brain. I sit there alone now. No sounds outside of the drain. Can't feel a thing outside of this pain. Yeah, maybe it's here to stay. Feels like you're light years away. I remember when we used to lay down and watch you. Er zit een bepaald stof in die body. En als je die gebruikt in het witvissen en je mengt het in het grondvoer, dan is die zelf soms zo attractief dat ze op de haak bijna geen vis gehaakt krijgen, omdat die zo gefixeerd is op het grondvoer. En die stof zit ook in die body. En daar heb ik dus het volste vertrouwen in. Plus ook afgelopen jaar heb ik in het zuiden van Frankrijk en hier en daar wat water van België bevist en ook in het Kroaas seizoenbar bevist. En de resultaten waren echt enorm goed. En zelf het verschil tussen ander aas gewoon compleet naar huis vissen. Hoe heb ik het ervaren? Daar heb ik één woord voor. Dat is gewoon chaotisch. We hebben nu bijna een sessie van 24 uur gedraaid en we zitten op onze 25ste vis te wachten. Dus dat is vrij chaotisch, kun je wel zeggen. Maar aan de andere kant, we hebben gewoon continu op dingen ingespeeld. Ik geef maar een voorbeeld. Je merkt al heel snel, het weer was een beetje omgeslaan. En je merkte dat de vissen niet echt op het ondiep waren. En in het begin ging het iets moeizamer op ondiepere stekken. Dus die stekken zijn we ook dieper gaan leggen. Ook op de sonar zagen we dat de vissen zich dieper hadden verplaatst. Dat is dus ook de reden dat we het soms iets dieper gingen leggen en ook merkten dat het gewoon veel succesvoller was. We hebben regelmatig onze hengels verlegd en dat is gewoon op bepaalde uren van de dag. Zelf hou ik daar op veel water echt rekening mee. Puur ook omdat ik vaak, zeker in het voorjaar, heel erg de zon volg. Op welke kanten de zon staat. Nu, we zitten met twee te vissen. Wat we ook hebben gedaan, in principe mogen we hier beide met drie hengels vissen. En we hebben eigenlijk maar twee hengels gebruikt. Dus we hebben eigenlijk maar met vier hengels gevist. Dus we benutten wel minder stekken, maar we nemen wel natuurlijk een stukje druk weg om het anders te overbevissen. En anders gaat het misschien ook echt overkill worden, dat overal waar de vissen komen, lijnen zijn. Let the rain hit the window pane, hit them like ooh. A flow, we was both in the same boat. Co-captain to the tank so dang low. A tainted soul can't move if he can't go. Let me describe that pic while I paint slew. I'm trying to elaborate your past Saturdays. Not the weekend I said Saturday, as in when we sat in the sand watching the waves till it rained and the pain builds. Well, all of my thoughts are regained and the gains and the losses are the same. That's when everything comes to life. I'm right here on a tightrope jogging. Nights pass when that light flashes. I don't wanna blink when it passes. I see darker skies now. Things that were a memory just walking by now. Waving by now, I'm waving by back. Just looking outside now brings me right back. It's raining outside. I remember when we used to lay down and watch you.
allerbelangrijkste, dat is natuurlijk vissen, waar de vis zit. En dan ook op de juiste waterlaag. Ik bedoel, je kunt de vis vinden boven 10 meter en ze zitten in de bovenlaag. Maar als je dan op die 10 meter gaat vissen, heb je vaak de kans om ze niet te vangen. Het kan een goede najaarstek zijn, want vaak is het wel zo als ik vissen zie in het voorjaar boven diepere stekken rondzwemmen. Dan schrijf ik dat vaak op en dan zie ik vaak in het najaar dezelfde stukken wel productief op de diepere stukken. Dus ik zou zeker in de buurt vissen, waar je ze in de hogere lagen kunt zien, als je ze natuurlijk kunt zien. En dan probeer daar zo diep of zo ondiep mogelijk bij in de buurt te vissen. Andere stelregel is, vis heel voorzichtig met voer. Ik heb nu op dit moment wel wat meer gevoerd als anders. Maar ik begin altijd zeer voorzichtig. Wat wil dat zeggen, zeer voorzichtig? Vissen komen vaak ook uit een wintermodus. Ik ken verschillende grote waters waar eerste vissen pas in mei, juni worden gevangen. Pas als het water echt op temperatuur is. Dus ik zou zeker geen risico nemen. En maximum, als je begint, 2-3, dat de karper 2-3 mondjes opneemt. En dan moet hij eigenlijk al geprikt zijn, dus de rig binnen hebben. Navenant dat je sneller aanbeten gaat krijgen, dus het is gewoon even aanvoelen, dan kun je natuurlijk ook meer aan voeren. Zeker als je weet dat je echt op een grote school vissen zit, die toch wat de activiteit vertonen, dan kun je soms wel eens een beetje meer voeren. En is het zelfs soms een noodzaak om ze te houden. Liefst zo licht verteerbaar mogelijk aas, al is dat niet noodzakelijk, als je voerhoeveelheid maar aanpast. Dus ik zeg maar iets dat zwaar verteerbaar is en je voert er maar 300-400 gram van, bij wijze van. Of iets dat licht verteerbaar is en je voert daar 1,5 kilo van. Ja, dan gaat je ook de vissen niet meer verzadigen. Dus durf soms ook gewoon kwalitatief en minder verteerbaar aas te gebruiken. Maar zorg er dan wel voor dat je zo weinig mogelijk daarmee voert, dat je ze zeker niet verzadigt. Want als je gewoon even logisch nadenkt, als je met 1 of 2 bollies zou vissen, kun je ook een vis niet verzadigen. Als ik concurrentie heb, dan wil ik er eigenlijk toch het liefst bovenuit steken. Omdat karpers hebben altijd een voorkeur naar aas. Als je geen concurrentie hebt, dan maakt het vaak niet eens zoveel uit wat type aas je neemt. Als het dan gewoon deftig is, dan eten ze het ook zonder problemen op. Maar op het moment dat je concurrentie krijgt, dan probeer toch zo goed mogelijk aas in te zetten. Dat je zeker niet moet onderdoen voor je concurrent, of tenminste evenwaardig bezig bent. En we hebben beet. Maar we gaan de sessie even afronden. Ik ga een karper drillen. Zeg nog iets tegen de camera en ciao, kusbike. Dag, ik ga dadelijk een vis scheppen. Hoi! Hey Roy, er is iets gebeurd. We hebben een zakker gehad, die heeft niet geregistreerd. Zal ik nog voor de camera gaan zeggen?